Echt balen, ontzettend. Ja. Precies. Ik vond dat echt niet leuk. Ik weet nog zo goed dat moment. Ja, dat vond je echt kut. Ik vond het echt Ja. kut. Ja, ik vond het echt heel kut. Oké, mensen, welkom bij een nieuwe Op 1 Lijn. En vandaag ben ik met... Femke Louise. Ja, Femke Louise, hoe is het met je? Goed met jou? Ja, lekker. Maar ik dacht, je zou die stem doen van die intro. Hoe is die? Hoe doe je die precies? Femke Louise. Ja, oké. Okay. Ja, zoiets, zoiets. Hoe kwam dat eigenlijk te zijn? Was dat iets spontaans? Nou, ik lach altijd. Ja. Dus het was eigenlijk best wel spontaan, ja. Ja, dus het was gewoon, je hebt het één keer gedaan en toen... Ja, en toen dachten we, ja, die houden we erin. Toch gaan we meteen naar je eerste track. Mijn eerste track. Je eerste track. Ja, en ja, jij weet welke dat is. Ik denk jullie weten ook welke dat is. Jullie weten het ook. Sowieso, dat is op mijn money natuurlijk. Al die boys, ja, ze willen mee. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Ik ben op mijn money, waar is all the way? Ja, mijn sonny is verraderlijk. Ja, mijn sonny is verraderlijk. Ja, mijn sonny is verraderlijk. Femke Louise, opeens, je kwam binnen, artiest, op mijn money. Hoe kwam dat? Is dat iets wat je allang wilde doen, muziek? Of... Ja, het is wel iets wat ik allang wilde doen. Ja. Ik vond het wel heel erg leuk. En ja, toen dacht ik van, ik wil er wel iets mee doen, maar ik wil het wel goed doen. Ja. Zeg maar, ik wil niet als een soort amateur overkomen. Ja. Ja. En toen ja. kwam op mijn money en toen vanaf dat moment was het eigenlijk van ja, man. Ja, ja, maar... Ja. Echt, op mijn money heeft best wel lang geduurd hoor. We zijn heel lang bezig geweest met die track. Ja, hoe lang? Nee, we hadden de track al af. En toen hebben we sowieso nog 4 maanden gewacht. Met oh, nog wow. wat voorbereidingen ja. en zo. Dus het was niet zo van, je gaat eerst een track maken en je dropt het gelijk of zo. Ja. Het is meer, er zat nog veel meer achter. Zoals je Instagram feed, wat echt gewoon omhoog gegooid moest worden. Dat soort dingen wilden we gewoon eerst goed doen. Oké, en dat heb je toen helemaal goed aangepakt. En toen kwam op mijn money. Ja. Want ik heb gehoord, je was al muzikaal aangelegd hoor. Ik weet niet meer wat het was. Wat deed je vroeger? Viool spelen. Viool? Ja. En ja, thuis ook wel veel muziek. Ja. Mijn ouders die allebei in een band zaten en zo. Ja. En veel gitaar spelen. Wat voor band was het? Ja, je weet wel vroeger die bandjes. Ja. En die rock and roll types. Precies. Ja. Oké. Okay. Maar je speelt ook viool? Ja. Kan je dat nog steeds? Of... Ik weet het niet. Ik heb het niet, eerlijk gezegd ja. niet geprobeerd. Ik ben echt wel lang gestopt hoor. Ja. 6 jaar of zo. Zingen wel lang mee doorgegaan. Ja. Heel lang zangles gehad. Op een gegeven moment daar ook mee gestopt omdat ik het zo druk had. Maar wel echt altijd nog bezig geweest. Ja. Ik laat die haters huilen met een smile op mijn selfie. Jij kan nog zoveel praten, maar jij man neer lijkt me selfies. Jou nooit meer tijd verspillen. Ben op mijn money, ben op selfish. Wat jij zou. Je zegt ook, ik laat die haters huilen met een smile op mijn selfie. Ja, gewoon altijd blijven ja. lachen, toch? Doe jij ook, toch? Altijd ja, blijven lachen. Tuurlijk, sowieso altijd blijven lachen. Je hebt natuurlijk wel wat haat over je heen gekregen. Heb je daar op een gegeven moment gewoon mee leren? Hoe was dat? Was het eerst kut? In het begin vond ik het echt heel moeilijk. Ja. Ik heb echt mee gezeten. Ik heb echt op bed gehuild en zo. Ik wist echt niet hoe ik ermee moest omgaan. Maar toen zat ik nog op school, hè? Ja, precies. En iedereen op school die mij ook aankeek. Ja, in het begin van Omani zat je nog op school. Oh nee, van YouTube. Oh ja, van YouTube. Ja, van YouTube. Ja, ga verder. Ja, ja. Dus iedereen iedereen die me aankeek en zo. Uh-huh. Ik had er echt moeite mee. Maar ja, op een gegeven moment raak je er wel een beetje aan gewend. En dan boeit het je ook niet meer of zo. Okay, en zag je het een beetje aan? Dacht je van, oké, dit gaat wel wat worden? Of had je zoiets van, ik wacht het af? Hoe? Ik had het sowieso afgewacht. Ja. Ja, ik ging nooit echt met... Toen ik het liedje maakte, het was ook echt niet de bedoeling om het echt helemaal te laten ontploffen. Ik deed het echt gewoon omdat ik het leuk vond. En ja, als ik het echt deed voor dat, dan had ik het ook gelijk uitgebracht. Maar ik ben er echt heel lang mee bezig geweest. Ja. Dus ja, je hoopt natuurlijk wel dat mensen het leuk gaan vinden, dat het bekeken wordt. Sowieso, want ja, je maakt wel iets voor andere mensen, toch? Tuurlijk, ja. Maar ik had niet hele hoge verwachtingen of zo, dus... Toen het uitkwam, toen ontplofte het ook. En toen kon ik het ook eigenlijk niet echt geloven. Gewoon naar je volgende. Lid. Lid. Oh my god, vanavond ga ik dit. Oh my god, vanavond ben ik dit. Oh my god, vanavond ga ik dit. Oh my god, vanavond ben ik dit. Oh my god,
vanavond ga ik dit. Ik weet wat je gaat vragen. Ik hoor het nu pas. Ja, maar ik hoor het echt nu pas, hè. Ik hoor het echt. Ik hoor het echt nu pas. Dus ik luister en ik denk, hey, wow. Ik besef het echt nu. Deze had ik gewoon eerst opgeschreven. Weet ik hoor het nu. Was? Ik maakte een grapje. Ja. Toen ik in de studio was, want we waren nasi kip aan het eten. Ja. En toen moest ik dus adlibs doen. Ja. En toen dacht ik van, ik had dus net nasi gegeten. Ja. Nasi kip. En toen dacht ik, laat het er gewoon in. Oké, okay, ja. We leven net een film. Afgelopen week. Ik heb alles gezien en gedaan. Iedereen kent mijn naam. Beter wederaan. Niet het diepe oefen. Hoe ga jij lid? Wat is jouw manier van lid worden? Mijn manier van lid? Succesvol zijn. Succesvol zijn. Dat is voor jou jouw manier van lid worden. Dat is gewoon mijn manier van... Oh, ja. Yes. Van yes, van nice. Ja. En wanneer ben jij voor je eigen gevoel, denk jij, succesvol? Of is het nu al? Of is het van, wil je een bepaalde dingen bereiken? Nou ja, sowieso alles wat ik tot nu toe heb bereikt. Mm-hmm. Gewoon wat betreft alles. Gewoon dus niet alleen over muziek. Daar ben ik gewoon al heel erg blij om. Ja. Natuurlijk heb ik ook wel dingen gedaan die niet helemaal goed waren. Ja. Dus, maar dat herken je ook. Dat is ja. Wel, ja. Maar ja, je wordt ook ouder. En ja, iedereen maakt fouten. En ja, soms denk ik wel bij mezelf. Ik moest vroeger wel iets beter begeleid worden erin. Ja. Maar ja, iedereen maakt fouten. Ja, ik ben nu gewoon heel erg blij hoe het gaat. En ja, je ziet wel wat de toekomst je brengt of zo. Toch? Klopt. Dus ik leef gewoon echt met de dag. Ja. Maar ik denk niet met de dag. Want je zegt ook in de track Mijn Leven Net een Film. Zou je ook ooit in een film willen spelen? Is dat iets waar je... Ja, Mijn Leven Net een Film. Daarmee bedoel ik eigenlijk van... Het is... Het was voor mij op het moment dat Vroom en Op Mijn Money uitkwamen echt een beetje te mooi om waar te zijn. Snap je? Dus, en meestal in films is het ook te mooi om waar te zijn. Dus We Leven Net een Film afgelopen week. Oké, dus dat is letterlijk dat. Maar zou je ook zelf ooit wel in een film willen spelen? Of is dat iets wat je niet trekt? Of... Ja, ik zou sowieso zelf ook gewoon in een film willen spelen. Okay. Ook omdat ik acteren heel erg leuk vind. Ja. Dat deed ik ook heel erg veel op YouTube. Ja, precies. Toch. Dus dat... Ja, nu je het zegt. Ja, ja, inderdaad. Ja, eerlijk gezegd, ik deed dat. Ja, je deed het wel, ja. Ja. Dus dat zou je wel op een groter plan, hoger plan willen doen ook. Ja. Klopt. En hoe was jij op school? Was je bij de populaire kinderen, was je bij normale kinderen, was je bij... Echt heel normaal. Heel normaal gewoon, ja. Ja, eigenlijk nooit iemand die heel erg wilde opvallen of... Ja. Hoe wordt het verkeer via Flitsma? Wow! Je schrok zo lijp! Sowieso erin zitten. Je schrok lijp, ja, maar verkeersinfo, troep, heb je dat niet? Jawel, ik heb de hele fokken, ik word helemaal gek. Hoe laat ze dan? Ja, oh ja. Maar waar, kan je dat niet uitzetten? Ik probeer dit echt al een tijdje. Ik word helemaal gek. Ik weet het niet. Nee, ik word ook gek. Oké. Okay. Ja. Nou, verkeersinfo, bedankt voor het laatste schrikken. Oké. Okay. Dan gaan we even kijken. Ja, we gaan al naar de volgende. Misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik wel een Honda. In mijn jacka met bondkraag. Rijden naar de Fashion Week. Vroom, vroom, vroom. Misschien koop ik wel een Bentley, misschien koop ik wel een Honda. In mijn jacka met bondkraag, rijd het naar de Fashion Week. Vroom, vroom, vroom. Je kwam met je eerste auto eerst, dat was een Volkswagen. Ja. Had ik bewust gedaan. Ja, bewust. Oké, waarom? Leg uit. Ik had mijn rijbewijs nog niet, maar ik kon niet meer met de trein. Ja. Dus wat ik deed, ik liet vrienden... van me, zeg maar, mij rijden. Ja. Zeg maar, snap je? Dus ik ging ernaast zitten en die persoon ging dan in mijn auto rijden. Ja. Maar straks gebeurt iets met die auto en dan heb je die het zelf gedaan en dan heb jij, zeg maar, wel de problemen. Klopt. En ik dacht ook bij mezelf van, ja, als ik net mijn rijbewijs heb, dan kan ik niet zo heel erg goed auto rijden. Ja. Wat er dus gebeurde, 2 weken later was hij dus in de prak gereden door iemand anders. Ja. Terwijl die mij had afgezet bij een afspraak en toen 10 minuten later belde hij me op van, yo fam, ik heb per ongeluk die auto... In de prak gereden. Maar tegen iets aangebotst? Ja, tegen iemand anders aangebotst. Oh, tegen iemand anders aangebotst. Oké. Okay. Ja, dat is kut. Dus, ja. Vroom. Ja. Ja, echt balen. Ontzettend. Ja. Precies. Ik vond dat echt niet leuk. Ik weet nog zo goed dat moment. Oh. Ja, vond je echt kut? Ik vond het echt kut. Ja, ik vond het echt heel kut. Ja. Maar toen heb je, oké, je rijbewijs had je toen wel. En toen heb je een andere auto, nu heb je een Mercedes.
Ja. Hoe was dat voor jou? Je Mercedes, een hele mooie auto. Nou ja, ik heb eerst nog een tijdje een undercover auto gereden. Oh, dat heb je ook nog gedaan? Maar die auto was zo verschrikkelijk. Oké, die was niet te zo doen. Zo verschrikkelijk. Ik kan je wel een foto laten zien. Kijk. Oh ja, hier. Wauw. Ja. Ja. Mogen ze hem zien? Ja, ze mogen het zien. Oké, jullie mogen hem zien. Ik weet niet of jullie hem goed zien. Ik denk het wel. Ja, nou ja, fuck it. Het brengt je van A naar B. Daar gaat het om. Ja. Maar het was meer zo van... Je wordt op de snelweg toch wel een beetje aangekeken van... Ja, wat doet Femke Louise in dit? Ja. En was het meteen van, ik wil een Mercedes of... Ik wilde sowieso altijd al een A-klasse. Oké, dat was gewoon echt iets van aanlang van een A-klasse vind ik echt mooi. Ja, dat was sowieso ook wel iets wat ik altijd al wilde, zeg maar. Ja. En is het dan ook mooi dat het juist via deze weg is gelukt? Dat je gewoon nu gewoon een A-klasse kan... Dat is toch, ja... Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Wel heel materialistisch, vind je niet? Ja. Weet je wat het is? Ik hou niet zo van om dat heel erg te laten zien of zo aan mensen. Ja, om echt, zeg maar, in hun gezicht... Ja, zo van, daar komt zij, zeg maar. Snap je? Ja. Want echt mijn buren die me soms zo aankeken, mijn buren mogen mij ook echt niet, hè? Om die auto? Of? Ja, om die auto. Sinds ik die auto heb, kijkt niemand mij meer aan. Oh, wauw. Het is echt niet leuk, daarom. Waarom denk je dat ze denken van, ze doet eigenlijk niks of zo, of het is maar een muzikant. Of waarom denk je dat ze denken van, ze rijdt een Mercedes, dus fok haar of zo? Meer zo van de leeftijd, denk ik. Oh ja. Het zijn toch wel mensen die... Hoe oud ben je? 19, ja. Het zijn mensen die werken zo hard hun hele leven. Ja. En ik heb daar echt fucking veel respect voor. Ja. En ja, die kunnen dat gewoon niet eens nog betalen, zeg maar, snap je? Ja, dus het is meer zo van, ze is 19 en ze rijdt, Want heeft iemand je ooit wel eens ook iets gezegd, een buurman, een buurvrouw, of dat niet? Ja. Oh, je hebt wel ook gezegd, Ik had mijn auto een keertje dus geparkeerd. Ja. En ik had hem dus te krap geparkeerd. Toen gingen ze briefjes op mijn auto plakken van, zet je auto voortaan wat ruimer. Want we weten dat dit je attitude is, dat je scheid hebt aan iedereen, dat soort dingen. Oh, wauw. Ja, heel erg. En, maar ze kennen jou helemaal niet, persoonlijk. Ja, van tv. Ja, maar niet persoonlijk. Ja. Nee, niet persoonlijk. Nee. Ja. Ze hebben me ook nog nooit bij me aangebeld van, hey. Ja, precies. Hoe is hij of iets. Ja. Ja, dus dat vind ik wel jammer op zich. Ja. Nou, buurman, buurvrouw, als je dit heel toevallig ziet. Ik denk het wel. Nou, je gaat dit zien. Als je dit toevallig ziet, bel gewoon een keer aan. Nummer 8. Alsjeblieft, groet netjes. Misschien krijg je een theetje van Femke. Ja, ik zou best wel gewoon een gezellige barbecue willen organiseren. Dat vind ik superleuk. Nu het aangezien toch lekker weer is. Hey, jongens. Ja. Ik regel dingen hier, jongen. Buurruzie. Ik moet gewoon dat programma gaan presenteren, man. Hoe heet dat programma ook weer? Weet je dat? Bonje met de buren! Bonje met de buren! Dat is een beetje buurruzie. Bonje met de buren. Die moet ik gewoon doen, maar kom flexen. Gewoon van, ik was wel een Honda. In mijn jacka met bonkraag, rijden naar de Fashion Week. Vroom, 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 vroom. Fashion Week natuurlijk, je bent ook model. Ja. Hoe is de modellenwereld op je pad gekomen? Eigenlijk door YouTube ook. Door YouTube, ja. Ik dacht van, ik ga een andere kant op. Dus was ik gestopt met die pranks. Ja. Ik ga gewoon een serie maken, mijn weg naar model. Ja. Oh ja, de serie met me. Oké. Ja, heb ik echt alle informatie gegeven aan volgers van hoe je model kunt worden, wat de eisen zijn, wat de maten zijn. Echt meegenomen naar castings en naar intakegesprekken. Maar toen was jij nog ook beginnend model, toen was jij ook op weg, Toen was ik op weg, ik was nog geen model, maar ik wilde het wel worden. Dus ik ging er alles aan doen om model te worden. Ja. Sporten, meten, informatie opdoen, naar bureaus, bureaus mailen, tips geven voor meisjes die het ook wilden. Zeg maar echt hun meenemen in mijn... wereld, zeg maar. En uiteindelijk getekend. En een jaar later zat ik in Models in Paris. En heeft dat ook heel veel voor je gedaan? Models in Paris is natuurlijk een tv-programma voor de mensen die het kennen over modellen in Parijs, inderdaad. Ja. Heel veel voor me gedaan. Aan de ene kant wel. Omdat ik bij bepaalde mensen wel een kant van mezelf heb laten zien die ze niet kenden. Ja. Zeg maar. Dus mensen leerden mij beter kennen, waardoor ze ook een ander oordeel kregen. Over mij of andere vroom. Misschien koop ik wel wat ijs. Misschien koop ik wel jouw wijf. Ik wil geen honing met rijst.
wil maar chocolade. Ik wil geen honing met rijst. Leg uit. Het klonk lekker. Het klonk gewoon lekker, oké. Ik wil geen honing met rijst. Ja. Ja. Je dacht gewoon, oké, maar ik hoorde het. En ik dacht, ja, ik wil ook geen honing met rijst. Volgens mij, is er niemand die honing met rijst wil, zeg maar. Dus ik dacht, misschien is het iets wat je vroeger at en nu wil je dat niet meer of zo. Nee, niks. Oké, gewoon, ik wil geen honing met rijst. Ja. Oké, duidelijk. Nou, okay. Je staat ook op het album van Esco. Ja. Je lacht meteen. Leg uit. Ja. Heb je gehoord? Ik heb een stukje gehoord, ja. Welke heb je gehoord? Oh, je hebt een stukje van mij gehoord, niet? Ja, een stukje van jou, die trap. Ja. Ja, die. Ik kan me niet meer laten... Ja, oké, ik heb hem gehoord, maar een klein stukje. Ik weet ook niet meer precies waar het ging, maar die staat op het album. Want heb je meer met Esco gemaakt? Eén. Ja. En die staat op het album. Ja. En die is solo? Nee. Met Boksam. Oké, met Boksam. Femke Boksam. Was het fijn? Want ik zeg het, je staat op allemaal van, oké, ik begon meteen te lachen. Is dat een trap die je echt dope vindt? Of... Ja. 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 Dat is ja, echt jouw trap. Gewoon echt gewoon waarmee mensen ook gewoon zo... Even weer wakker kan schudden van, hey. Nee, dat ja. Niet. Bepaalde gewoon. Ja, gewoon een... Bepaalde gewoon voor jezelf. Gewoon ja. Mensen die jou belachelijk hebben gemaakt. Ja. Gewoon een beetje... Oh, oké, okay, de lyrics, wat je erin zegt. Ja. Oké, okay, je neemt mensen een beetje op de hak. Sommige mensen. Okay, maar zit je nu ook heel veel nog in de studio? Heb je nog heel veel tunes die gewoon liggen? Een paar tunes. Ja. Maar er komt nu sowieso eentje uit morgen, toch? Oh ja! Dit was ik helemaal. Morgen komt Femke Louise. Ja. Hi, hoe heet hij? Hi, heet hij. Hi, oké. Okay. Hi, leg uit. Mogen we een stukje horen? Ik kan jullie wel een stukje laten horen. Oké. Wacky, what's going on? Ik doe mijn best. Misschien nog wel meer dan de rest. Dus waarom mag het niet zo zijn? Waarom is het niks voor mij? Deze shit maakt mij high. Ik voel mijn verleden. Ik voel me er ook niet mee. Hoe lang geleden? Oké, we gaan hem afzetten, toch niet te veel. Maar je komt wel met die eerste lijn, pak wel af. Fok mijn verleden, ik fok er ook niet mee. Ja. Dat is wel duidelijke taal. Is gewoon van... Hoe lang geleden? Ik denk een jaar geleden. Morgen, Femke Louise. Hi, online. Stream het. Stap voor stap. Ga checken. Ga downloaden. Ga streamen. Ga gewoon alles. Ga de clip checken. Wacht, ik ga jou van nadoen. Oké, doe maar na. Okay. Ik ben echt benieuwd wat je gaat doen. Ja. Jongens, ga even streamen, ga eventjes delen, ga eventjes ik kan jou niet naar, laat maar. Jij bent te apart gewoon. Zet even alsjeblieft in de reacties of ze het goed deed. Dit was echt, als ik was dit echt niet, maar ik kan Femke wel nadoen. Femke Louise. Oh. Geef alsjeblieft een cijfer voor de Defano imitatie. Ik heb nog één vraag aan jou. Ja, oké, vertel. Ga je nog een keertje wat weet jij doen? Ja, sowieso. Ik doe mee. Oké. Okay. Nou, bij deze Femke Louise in een nieuwe editie van Wat Weet Jij. Het komt er sowieso aan. Sowieso, ik moet Wat Weet Jij. Ja, Wat Weet Jij moet ik gewoon mee doorgaan. Nu heb ik even weer pauze. Ik heb even... Het is koud op straat. Oké, nu wordt het weer warm. Dan doe ik gewoon een speciale editie met alle mensen van hier en daar. Ja. Daar. Oké, wie nog meer? Wie denk je nog meer? Ik ga het gewoon nu een beetje opstellen. Ik denk, ja, wie? Eigenlijk moet je gewoon één doen. Ja? Met gewoon... Hoe heet het? Met Latifa en zo, dat soort. Ja, gewoon. Oeh, ja. Gevaarlijk, man. Eigenlijk wil ik gewoon alle vrouwen in de game, man. Maar ik weet niet of ze eigenlijk het moet je dupen. Man, Latifa. Oeh. Dat soort dingen. We gaan het zeker checken. We gaan het regelen. Ik weet niet of ze het allemaal aandurven. Aisha moet je doen. Oeh. We gaan het regelen. Shout-out naar Femke voor het idee. Je hebt sowieso een 5% bij me. Maak je niet druk. Mensen, ik ga het nog één keer zeggen. Morgen, stream high, Femke Louise. De clip is... Wat ben je in de clip? Een Chinees. Een Chinees, oké. Okay. Meer gaan we niet zeggen. Een Chinees. Je hebt de cover waarschijnlijk gezien. Ook Chinees-achtige vibes. Ik vind een soort anime. Van, kijk je anime? Anime? Ja, ik weet wat je bedoelt, maar ik check het niet. Ga checken. In ieder geval, mensen, streamen, liken, delen. En ja, laat weten, want het is een oprecht verhaal. Laat weten wat je ervan vindt. En ik zie jullie volgende week met een nieuwe persoon hier op de stoel. Bye! Love!